zijn we klaar voor de skipakje. Watje was uit. Was leuk hoor. Dus er was het half in de... Met de slee naar beneden. Wat we nodig hebben. Dat is goed gezegd. Heel poppen challenge. Wie er gaat winnen? Teamwork. Heel goed? Ja. Heel groot oog. Ik doe er niks. Weer het oog eruit. Welke vindt Lux het mooist? Zeg ook nog voorzitten. Ja. Winterberg, landal Winterberg. En we zijn hier wakker geworden met een prachtig mooi wit uitzicht. Zullen we de camera draaien? Kijk. We hebben sneeuw. En kijk hoe groot achter tandje. Ja, we kunnen hier straks lekker gaan buiten spelen. En gaan sleeën, sneeuwpoppen maken. Dit hele is van ons. Dit hele stukje kunnen wij straks lekker gaan spelen. Als je hier met de slee afgaat, dan moet papa wel daar staan dat je opvangt. Als je daar doorsleept. Maar wel leuk hoor, jongens. Luxie, lekker gaan slapen. Ja. Heel hè? Ja, dit is ons klussenhuisje. Hier hebben we onze tafel, de keuken, een woonkamertje. En papa die gaat volgens mij even op ontbijtjacht. Ik ga een blokje zout halen. Badjas. En verse broodjes. Verse broodjes. En we hebben dus echt geluk. Er is sinds het weekend sneeuw gevallen. Gisteravond hebben we dus alle bagage over dit paard hier naar boven moeten lopen. Nou, een liter verse jurans. En ik heb hier dus ook deze lekkere verse bolletjes meegenomen. Met die andere. Dus op naar de kast. En de witte pistes. Zo, lieve meisjes, kijk eens. Ik heb hier verse bolletjes. En een liter verse jus d'orange. Gaan wij lekker dat eten. Lucilla, die zit hier alweer lekker te kleuren. Voor een kaart voor Bollo. Ze maakt een kaartje voor Bollo. Het ziet er heel erg leuk uit, Sil. Mooie poppetjes. En we hebben natuurlijk ook niet alleen Woes en de Pet meegenomen, maar ook Sammy. En Sammy is even uit de kooi om lekker geknuffeld te worden. Kijk. Sammy, hoe vind je de sneeuw, Sammy? Dat is helemaal jaloers. Alle drie de huisdieren, hè? Kusje. Dit is Sammy. Hey Sammy. Oké. Okay. Ja. Oh, niet zitten gaan woesten. Sammy is dan. Nee. Zo, en ondertussen zitten we gezellig met z'n allen aan tafel. Eet smakelijk allemaal. Heerlijk hoor. Vind je het mooi uitzicht? Ja, super uitzicht hier naar de sneeuw. Ik denk dat ik wel weet wat jullie zo meteen als eerste willen gaan doen, of niet? Deze kaart ga ik in Bollo's huisje doen. Oh, is die voor de brievenbus van Bollo? Stofzuigen jullie even de kreumeltjes weg? Zijn wij klaar voor de sneeuwpret, kinderen? Ze willen buiten spelen. Ja, dat begrijp ik wel altijd. Is er witte weer uit, is hier warm. Dan kun je via de achterdeur. Nou, leuk. Gaan we even spelen in het besneeuwde tuintje. Ja. We hebben lekker onze warme skipakken aan. Ja. Luxie die zit al op de slee, die kon niet wachten, dus die zit al aan Luxie. Een super schattige skipakje. Ja, we gaan naar buiten, liefie. Kijk, dan gaan we hier de deur door. En, papa die hangt al met de drone in de lucht. Ja. Hallo vader. Hallo. Zo. Nou, daar komt Luxie hoor. Luxie. Dat is lekker.
beneden sleeën met het sleetje. Zie je dat? Luan is al boven. Ja! Lukt helemaal leuk. Hey. Ja, hoe ga je er nou naar beneden, jongen? Bovenkijk. Ja? Best wel eng. Nou, kom maar dan. Mama toe, want mama gaat van me hele steile slee. Wow. En ik was er net ook van geweest. Maar ik dacht, zo, die is leuk. Maar een slee vond ik toch een beetje spannend. Maar dus wij, maar ik en mama, die vinden het leuk. En wij gaan het wel iets van 10 keer of 15 keer doen. En zometeen gaan we ook nog even een lekkere sneeuwpop maken. Dus we hebben het heel erg naar ons zin. Dus ja, ik geef jullie aan mama. Nou, oké, man. Hou je goed vast. Ja, mam. Ja, ze gaat naar je toe. Ze gaat naar je toe. Want je was uit. Ja, mama, hou vast. Ja. De slee? Ja, alles ging was uit. 1, 2. Ja, dat was echt. Wow, dit was echt. Nou, was leuk hoor. Ik ging woens naar beneden. En snel was het. Dat was echt bizar. Ik kom naar jullie toe. Ik doe zo snel mogelijk. Hup. Ja, mama. Hè? Ja. Ik zie wel niet. Ga je Luxie ons wegduwen? Ja? Gaan we met z'n tweeën, hè? Sneeuwbal maken voor jou. Kijk, het is een beetje ijzig sneeuw. Het is niet zo nat, het is een beetje hartig. Kijk, dit mama een sneeuwbal. Die is mooi, hè? Ja, oh, oh, oh. Toen was hij kapot. Was hij kapot, nog een keer? Kijk, en ik kan je ook mee gooien. Dan maak je een balletje. En dan kan je er zo, hop, mee gooien. Goed zo. Wil je er nog eentje? Wil je ook een balletje gooien? Nou, mama heeft koude handen. Zo, nou hou maar vast. Oh, is ieba. Ja, hou maar vast. Oh, boem. Doe mijn handen ophouden. Doe je handen maar zo. Doe je handen zo. Omdraaien. Handen zo. Ja, andere hand ook. Zo, tegen elkaar aan. Zo. Kijk, dat is een sneeuwbal. Oh, Luxie. Hou maar vast. Luxie. Wat wil je doen, Luxie? Wat wil je doen? Ja! Ja, Luan en Lucella die proberen daar naar boven te klauteren. Maar dat is nog best wel een opgave, want het is nog best wel steil en heel erg glad, omdat het een beetje ijs is geworden. Dus voordat ze boven zijn, duurt het wel weer even. Lucella zit half in de boom. Zie je dat? Heb je de boom? Mooi joh. Ga je via de boom naar boven? Kom maar, Luxie. Dat loopt lekker in de sneeuw, hè? Dat loopt gek in de sneeuw. Wow. Ja, liefie. Zullen we gaan kijken hoe Leon en Lucilla naar beneden gaan? Nee, Luxie wil niet van de slee, hè? Vindt Luxie een beetje eng van de slee? Ja, dat hoeft ook niet, hoor, liefie. Ze zijn inmiddels boven. Zie je dat? Ze zijn boven. Kom maar. Klein sneeuwmeisje. Je ziet er zo schattig uit. Ben zo schattig met je pakje aan. Oh, nou, gaan we kijken. Woe! Yo, die ging goed.
glad, hè? Dat is een soort glijbaan. Maar dan met een slee, dan glij je over de sneeuw. Zie je dat? Ja, ja, sneeuw, hè. Is de sneeuw. Ja, volgens mij is dit een beetje het... Mama! Ik zie het, schatje. Luxie heeft al wat vaker sneeuw gezien. Alleen ik denk niet dat ze dat zich kan herinneren. Dus voor haar doen ziet ze voor nu eigenlijk een soort van de eerste keer sneeuw. Dus dat is wel grappig, hè, Luxie? Dat is sneeuw? Ja. Ik zie het. Oh, schatje. Nou, de kinderen kunnen vrij lastig die helling kiek af nu opkomen. Dus ik heb een idee. Misschien hebben ze hier wel zo'n grote schep, zeg maar. Dan kunnen we een soort trappetje naar boven maken. Dan kun je makkelijker naar boven lopen. Dat kan. Ja, kan dat? Nou, we hebben hier wel iets. We hebben hier een heel leuk huisje voor het huis staan. Staat hier wat in wat we kunnen gebruiken? Dit. Kijk, ja, dat is een goeie. En dan maken we een soort trappetje daar naar boven, goed? Oh, je maakt dat zo glad wordt. Mama! Ga je sneller. Mama! Een soort ijsbaan bedoel je? Ja. Oké. Okay. De kinderen die hebben heerlijk daar gespeeld van de grote berg. En nu hadden ze een ander idee, want ze wilden heel graag een sneeuwpop maken. Ja. Dus we gaan een soort sneeuwpoppen-challenge doen. Wie de mooiste sneeuwpop gaat maken... En nu hebben we allerlei dingen gepakt wat we nodig hebben voor de sneeuwpop. Kijk, wat ben je aan het doen, Lucilla? Knopen aan het zoeken. Kijk, ze hebben hier takken gevonden. Ze zijn steentjes aan het zoeken. En we hebben hier nog wat worteltjes voor de neus. En daarmee gaan we een sneeuwpop maken, Luxie. Hebben we alles wat we nodig hebben? Nog één grote steen. En nog een grote steen? Waarvoor is die? Voor de grote neus? Ja, een gaafje. Aan een grote knoop. Hé, hey, maar weten jullie wel hoe je een sneeuwpop moet maken? Nee. Hoe moet je dan beginnen? Ik weet het, man. Eén heel klein gemiddeld. Eén kleine bal. Een bal. Dan gemiddelde bal. Ja. Dan de allergrootste bal. Dan de neus. Dan kan je hem even zien. Ja, dat is goed gezegd. En rood. Maar doen we twee ballen of doen we drie ballen? Twee ballen? Of de muts. En nog een muts, ja. Ik wil nog een muts. Mijn muts mag wel. Jouw muts? Oké. Okay. Zullen we dan een challenge doen? Wie dan de mooiste sneeuwpop kan maken? Ja! Ja? Oké. Okay. De kinderen die zijn begonnen met de sneeuwpoppen-challenge. Ze gaan allebei een sneeuwpop maken. En dan gaan we kijken wie de mooiste sneeuwpop heeft gemaakt. Dan moet ik zeggen dat Lucilla, die pakt het heel tactisch aan. Want die denkt, ik pak gewoon een hele grote schep daar. En dan ga ik allemaal sneeuw bij elkaar scheppen. En dan maak ik daar een grote bal van. Terwijl Luan op zijn plek alle sneeuw bij elkaar schept. Dus het is een hele andere aanpak allebei. Dus ik ben benieuwd wie er gaat winnen. Ik heb toch wel een beetje koude handen van. Luan die heeft hem volgens mij al klaar. En Lucilla die is nog bezig met het topje. Kijk. Dit is mijne. Dit is Luan's sneeuwpop geworden. Ja, hij is niet echt heel erg mooi, maar oké. Okay. Ik vind hem heel schattig. Ik ook. Vooral heel schattig. Ja. En die van Lucilla, die wordt ook wel heel mooi, hoor. Nee, echt. Ja, dat wordt een hoge sneeuwpop, hè? Luan, die helpt toch wel even Lucilla ook mee met een sneeuwpop te maken. Ja, dat kan ook. Dat je samen één hele grote gaat maken. Kijk, dit is gewoon teamwork. Wil je niet dat maken? Luan probeert een bolletje te maken. Ja. Als nou eerst even een bol. Anders je nou gaat rollen. Als je die bal nu gaat rollen als een balletje. Het is een beetje ijzige sneeuw inderdaad. Dus het is wat lastiger om een bol te maken. Dan maakt Lucilla het lichaam aan de onderkant mooi glad. Ja, ik heb hem. Ja. Ja, heel goed. Ja, die is mooi. Hoofd van de sneeuwpop erop. Kijk. En nu nog het gezichtje. En nu gaan we het gezichtje maken. Pakken we daar de oogjes. Steentjes. Hoe moet ik ze even pakken? Moet ik ze even pakken? Ja, ook. Even kijken. Wat zijn mooie oogjes? Die kleine. Even kijken. Deze twee? Ja. Oké. Okay. Dat zijn de oogjes. Lucilla doet even de handschoenen uit. Dan kan ze de oogjes er wat beter in doen. Dat is oogje 1. Zo, dat is een groot oog. Ze moet iets kleinere oogjes pakken, ja. Ja, die is beter. Ben je de sneeuw aan het aanschuiven, jongen? Nee, ik maak een route. Een route? Ah, oké. Okay. Dat is een oog. Ik heb er meer heel veel in.
En nog een oog. Oh, een beetje met het puntje in de sneeuw steken. Ja! Ah! Oh, zijn oog valt eruit. Dat is best wel een lastig werkje, Sil. Zal mami even helpen? Ja. Grote bal. Maak even het balletje opnieuw. Iets meer. Sneeuw nog. Was hij kapot? Ja. Toen de ogen erin gingen, toen ging hij kapot. Oh, jammer. Kijk, dan doen we zo. Hier een oog in. En hier een oog. Een beetje plat maken. Zo. Kijk. Met een klein stipje. Wat is dit? Dit is toch een mooi kopje. Mama, nog een neus. Ja, nou de neus. Ik ga de neus in doen. Jij moet het doen. Het is meer een ijspop geworden. Oh nee. Dit is nog best wel lastig. Hoe heb je het gedaan, Luan? Gewoon makkie. Oh. Blijft het bij jou zitten dan? Nou, ik weet je wat ik altijd doe? Ik doe hem er zo in. Oh, bovenin? Zo, oh. Zo. Ja. Ik doe hem nou, zo. Nou, even kijken. In. Zo. Nou, wil het een beetje blijven? Ja. Nou, nog de armen. Hey, mama, weet je wat de bedoeling is? Nou? Kijk, ik zou het even laten zien. Ja? Je stopt hem er zo in. Maar als hij zo gaat, dan valt hij eruit. Ah. Dus ik doe hem zo. Ah, oké. Okay. Nou, doen we de stokjes erbij. Dan heeft hij ook armen. Nou. Nou, nog een muts. Gaat jouw muts erop? Ja. Oh. Moet ik een strikje even losmaken? Op het thee. Ja, nou, de muts op. Dan krijgt hij het lekker warm. Zo. Oh, oog eruit. Kijk. Oh, weer het oog eruit. Heel erg cute. Kijk, nou. Ik vind deze ook echt super schattig. Hey. Ik zie, we zijn klaar met de sneeuwpopjes. Ja, kom maar Luxie, kom eens kijken. Dit zijn de sneeuwpopjes geworden, zie je dat? Die is van Lucilla. En die is van Luan. Zie je dat? Welke vind je mooie, Luxie? Welke vindt Luxie het mooiste? Deze? Die? Of die? Die? Welke vind jij het mooist? Die? Oh, ze gaat de handschoen pakken. Ja. Dat wordt een hele lastige. Mag ik er echt, maar ik kan niet zeggen, jullie allebei heel mooi. Ik moet er echt één kiezen. Ja, ik ook maar. Even denken, dan ga ik toch voor die van, die. Die van Lucilla. Weet je waarom? Omdat die meer een pop is. Want die heeft twee bolletjes. En die heeft één hele grote bol. Zie je dat? En waar hebben jullie nu zin in? In de sauna! Naar de sauna? Nou, op naar de sauna! Yay! Zo, nou, ooit gespeeld in de sneeuw? Ja, kom maar. In de sauna! Doe alles weer lekker uit. Ja, saunetje aandoen. Kunnen we lekker opwarmen, hè? Ik zet hem lekker op 18. Ja, heel goed. Nou, ja. Goed zo. Echt koud. Ja, was wel mooi. Ja. Mooie sneeuwpopjes gemaakt? Ja. Goed zo. Kinderen hebben heerlijk lekker gechilled in de sauna boven. En we komen nu weer beneden. En het zonnetje breekt door. En kijk eens hoe mooi het er nu buiten uitziet. We hadden toen straks natuurlijk gewoon bewolking. Maar nu, kan ik naar buiten? Maar nu met het zonnetje. Ja, maar nu met het zonnetje kijkt het wel heel erg mooi. Ik moet zeggen dat wel de sneeuw meteen smelt. Want hier lag vanochtend nog allemaal sneeuw. Dat is nu dus allemaal gesmolten. Maar kijk dan even, nu het zonnetje er is. Hoe mooi het eruit ziet. Mooi hè, je blijft maar binnen, anders krijg je natte sokken. Gaat de sneeuw weer smelten. Nee. Ja. Morgen gaan we trouwens beginnen met het skiën en met de skiles. We hebben een privéleraar of lerares, ik weet niet precies, voor ons allemaal. Luxie kan natuurlijk nog niet skiën, dus ik ga gewoon met Luxie kijken. Maar jij gaat in ieder geval met Lucilla of met Luan skiën. Wat is er? Morgen gaan we ook de skis ophalen en dat soort dingen allemaal. En naar de skibaan. Mama! Ja, schatje. Vandaag was het even gewoon lekker een chill, rustig, relaxed dagje hier in het huisje. We gaan zo ook nog lekker kometten. Heb je daar zin in? Kometten? Lekker kometten. Volgens mij krijgen we ook nog visite. Wie van de visite? Bollo! Visite? Ik weet het niet. Bollo! Zou Bollo zijn? Ik weet het niet. Kijk! Heb je lekker gechilled in de sauna? Wij hebben hier even gechilled in de sauna. Dat is wel lekker. En dan gaan mama even met Lucilla en Luxie misschien even chillen in de sauna. Hebben jullie wel nodig? Ja.
hebben wij hier al op. Ja, maar ik zei net ook al, hè. Moest kijken hoe mooi het zonnetje nu naar buiten en naar binnen schijnt. Allebei, toen straks hadden we iedere keer bewolking. En nu zijn we binnen en dan bam, zon. Hopelijk dat we dit morgen hebben we de hele week. Ja. 2 tot en met 4 uur. Dus ja. Dan heb je dit. Ja. Egeltje, waar is jouw vriend Bollo? Waar is jouw Bollo vriend? Hallo, dan ook lekker in het thuis pakken, jongen. Oh, daar is Bollo. Hey, hebben we 2 Bollo's? Hebben we een tweeling Bollo te pakken? Nee. Oeh. Luxie die gaat even stofzuigen, Luxie. Ja, want we krijgen zo visite. Als je op vakantie bent en je hebt zo'n lekker gezellig huisje, is natuurlijk Luxie, iedere keer als ik de camera aanzet, begint Luxie, hey. Maar wat zo lekker is in zo'n lekker vakantiehuisje, is natuurlijk het open haardje. En Luan en papa die vinden het altijd heel erg leuk om dat aan te steken. En Luxie ook even kijken. Altijd zijn we papa dan beginnen. Een open haardje aansteken. Dat is een heel makkelijk blokje. Aan allebei de kanten steek je hem aan en dan brandt hij een paar uurtjes. Hallo, kom erin, visite. Hallo, gezellig. Ah, dankjewel, Bollo. Dat is heel erg leuk. Ja, en Bollo, we hadden gisteren een cadeautje bij je ontvangst gezien. Heel erg bedankt daarvoor. Maar Lucilla heeft van jouw postkaartje ook een heel mooi kaartje voor jou teruggemaakt. Dus dankjewel. Ja, je had zo'n mooi kaartje voor Luan, Lucilla en Luxie gemaakt. Dankjewel. En, yummy, yummy gourmet. Oh, wat lekker. Bollo heeft het allemaal zelf gemaakt. Ja, nou, dat ziet er lekker uit voor Bollo. Ja, daar krijg je trek van in de buik. Gourmet gebracht, dus wij gaan lekker gourmetten vanavond. Lekker met ons mee, de hartslag geeft het tempo aan.
Als je danst, boem boem mee.